Hoi, Khadija van Fit met Muziek. De coronasituatie is vervelend genoeg en het advies is zo waar mogelijk thuis te blijven. Laten we dan samen iets leuks gaan doen waar je de deur niet voor uit hoeft. Gebruik nu Fit met Muziek 1 maand en krijg 1 maand gratis van mij. Ga naar www.fitathome.nl, maak een account aan, vink try-out aan, gebruik de code STAYFIT20 met hoofdletters en ontvang een maand gratis. Ik hoop je snel te zien in de huiskamer. Hey, leuk dat je er weer bent. We gaan weer sporten. Voordat we gaan beginnen met sporten, gaan we eerst het lichaam goed opwarmen. Jullie blijven, of jij blijft lekker, marcheren op de plaats of lopen op de plaats. Neem je armen actief mee. En ik ga oefening nummer 1 laten zien. Ik ga ietsje wijder staan. Ik breng mijn arm omhoog. En kijk goed naar mij wat ik met mijn voeten doe. Komt-ie. 1, 2, 3 en 4. 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 Doe maar met me mee. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. Goed zo. Kom. En 1, 2, 3 en 4. Ik ga hem zo veranderen, dus let goed op wat ik doe. 1, 2, 3. Ga nu dubbel. 1 en 2. 1 en 2. 1 en 2. 1 en 2. Hou vol. 1, 2. 4 keer. 2, 3 Ga ik hem ietsje veranderen weer. Enkel en enkel. Enkel en enkel. Breng je schouderbladen goed naar elkaar toe. Je begint het warm te krijgen. Ik in ieder geval wel. Enkel en enkel. Gaan we weer naar dubbel. 1 en 2. 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 Gaan we 4 keer. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3. Dubbel. 1, 2, 1 en 2. We zijn er bijna, hou vol. 1 en 2. 1 en 2. Laatste twee keer. Gaan we weer naar de enkel. Enkel, enkel. Hou nog vol, we zijn echt bijna klaar. Laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Je mag weer lopen op de plaats. We zijn goed opgewarmd. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Nou, het lichaam is lekker opgewarmd. We gaan nu beginnen met de paar oefeningen die ik voor je heb. Ik heb er 3. Jij mag blijven lopen op de plaats. Ik laat de eerste oefening zien. Ik ga ietsje wijder staan. Ik strek mijn armen uit. En ik ga hurken en ik kom omhoog. Ik ga weer naar beneden, laag en ik kom weer omhoog. Weer langzaam naar beneden en ik kom weer omhoog. Ik laat hem ook aan de zijkant zien. Armen zijn gestrekt en ik ga laag en ik kom op en laag en op. Nog 1 keer aan de zijkant. Heb je hem goed gezien? Gaan we hem nu samen doen. En laag en op. Laag en op. Probeer zo diep mogelijk te gaan. En als je boven bent, mag je je billen samenknijpen. Laag en op. Laag en knijp je billen samen. Inademen en uit. In en uit. Langzaam naar beneden. Knijp je billen goed samen.
En je strekt je armen ook goed uit, zodat je bovenlichaam ook goed meedoet. Nou, ziet er goed uit. Bent lekker bezig. Laatste 8. 7. En 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Nou, die voel je goed in je benen en ook in je armen. We gaan weer marcheren. En ik laat oefening nummer 2 zien. Dus oefening nummer 2 is heel goed voor de achterkant van je benen. Kijk eerst goed naar mij. En daarna doe je samen met me mee. Op mijn tenen. En laag. Op en laag. Op en laag. Ik laat hem ook aan de zijkant zien. Omhoog en laag. Op en laag. Als het kan, raak je met je hakken de grond niet meer aan. Als het zwaar is, mag je gewoon weer met je hakken de grond aanraken. Doe je met me mee? Oefening nummer 2. Komt-ie. Op en neer. Op en neer. Net of je iets uit de kast wil pakken. Neem je armen mee. En op en neer. Op en neer. Op en neer. Laatste 4. 3. 2. En de laatste. Mag je je benen goed uitschudden. Want het brandt flink aan de onderkant van je benen. Mag je weer marcheren. En naar mij kijken. Naar oefening nummer 3. Blijf rustig lopen. Ik laat oefening 3 zien. Ga ik weer wat wijder staan. En ik strek mijn armen uit. En ik breng mijn knieën omhoog. En weer mijn arm omhoog. En mijn knie omhoog. Doe ik eerst de roze kant. En dan de blauwe kant. Komt ie. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Doe maar met me mee. Maak je armen lang. En je gaat langzaam weer naar beneden. Op en neer. Op en neer. Hou vol. Strek je helemaal uit. Probeer de grond met je hele voet aan te raken. En met je armen ga je zo hoog mogelijk. Maak je lang. Als het lukt, gaan we hem ietsje sneller doen. Laatste 4. 3. 2. En de laatste. Zo. Ik vond hem best wel zwaar. Jij ook? We gaan weer lopen op onze plaats. Heel rustig. Gaan we de oefeningen weer herhalen. Oefening nummer 1. Het was hurken. Je mag meteen met me meedoen. Of je kan kijken hoe ik de eerste 2 voorbeelden laat zien. Ga ik voeten ietsje breder. Strek mijn armen uit. En ik ga laag en op. Laag en op. Laag en op. Laag. Oké, als je beneden bent. Als je boven bent bedoel ik, sorry. Knijp je billen samen. En je probeert zo diep mogelijk te gaan. Knijp je billen samen boven. Netjes. Ziet er mooi uit. Laatste 4. 3. Laatste 2. En de laatste. Mag je je benen weer losschudden. En je armen. En we gaan weer lopen op de plaats. Oefening nummer 2 is op je kuiten gaan staan. Je mag meteen meedoen of je kijkt eerst naar mij. Handen in mijn zij. Voeten zijn weer niet zo wijd. En ik kom langzaam op mijn tenen staan. En ik ga naar beneden. Kom ik weer omhoog. En weer laag. Jij mag zelf kiezen of je raakt met je hakken de grond weer aan. Of je blijft net boven de grond zweven. Wat het beste voor je aanvoelt. En neer. Op en neer. Probeer je balans niet te verliezen. Op en neer. Op en neer. Laatste 8. 7. 6. 5. 4. We zijn er bijna. 3.
brandecht, hè? 2. En de laatste. Oké. Je mag je benen lekker losschudden. En je armen ook. En dan gaan we weer lopen op de plaats. Oefening nummer 3 was het knie omhoog. Jij mag doorlopen op de plaats en ik laat oefening 3 zien. Ik begin met de roze kant en daarna doe ik de blauwe kant. Komt ie. Op, op, knie omhoog, knie omhoog, knie omhoog. We zijn er bijna. Probeer het vol te houden. Het einde is weer in zicht. En dan straks kunnen we lekker gaan rusten en ontspannen. Laatste 4. 3. Laatste 2. En de laatste. Gaan we weer lopen op de plaats. Gaan we 3 oefeningen weer laten zien. Maar ietsje korter en wat sneller achter elkaar. Voeten zijn weer wat breder. Of net zo breed als je heupen. En dan gaan we eerst hurken. Op onze kuiten staan. En daarna de knie omhoog. Laag en op. Laag en op. Laag en op. Laag en op. Knijp je billen samen. En probeer zo diep mogelijk te gaan. Diep en op. Op en op. Laatste 4. 3. 2. En de laatste. Gaan we nu op onze kuiten, op onze tenen staan bedoel ik. Schouders aan mooi naar achteren. Je handen in je zij eerst. En dan gaan we op en neer. Op en neer. Neem je armen mee. En laag. Lang en laag. Lang en laag. Laatste 4. 3. 2. En de laatste. Laatste oefening ook meteen. Gaan we de knieën weer omhoog. En we wisselen met roze en met blauw. Is de laatste oefening, dus hou nog vol. We zijn er echt bijna. 4, 3, komt ie. Op en op. Op en op. Op en op. Laatste, laatste. 8. 7. 6. 5. Kom op. 4. 3, 2 en de laatste. Je mag weer lopen op de plaats. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Hard gewerkt. En dan gaan we zo het lichaam ontspannen. We hebben net heel hard gesport. Hartstikke goed gedaan. Ik ben trots op jou. En nu gaan we heerlijk ontspannen. Ik ga een klein beetje naar de zijkant staan. Dan kan je beter zien wat ik met mijn benen doe en mijn voeten. Ik stap uit naar achter. Mijn voet raakt volledig de grond aan. En ik doe mijn schouders mooi naar achteren. Probeer een paar tellen vast te houden. En je voelt een goede rek aan de achterkant van je benen. En neem deze arm mee naar voren. Schouders zijn nog steeds laag. En je ademt in door je neus. En uit door je mond. Weer in door je neus. En uit door je mond. Haal het nu de andere kant. Weer volledig je benen naar achteren. Voet is plat op de grond. En we brengen deze arm naar voren. Schouders zijn weer mooi laag. Hou hem weer een paar tellen vast. Oké, nog 4. 3. 2. En 1. En we stappen weer bij. Je maakt je roze kant, maak je arm helemaal lang. En met je elleboog, je houdt je elleboog vast en je handen op je rug. Je mag een klein beetje je elleboog naar je hoofd toe trekken. En dan voel je meer rek in je onderarm of bovenarm. Hou vast. En dan gaan we wisselen van arm. Je maakt weer... Je andere kant maak je helemaal lang, de blauwe kant. Handen op je rug. En je trekt langzaam aan je elleboog richting je hoofd. Okay. 4, 3, 2 en 1.
Oké, we maken onze armen helemaal lang. Probeer door de lucht aan te raken. Je mag op je tenen gaan staan. En je gaat langzaam naar beneden. En weer op je tenen. En weer naar beneden. Maak je nog lang. En naar beneden. En weer lang. Oké, als je boven bent, mag je heel snel je armen naar beneden gooien. En je blaast weer in. En hier blaas je weer uit. En nu adem je weer in. En uit. En weer in. En weer uit. En weer in. We maken ons weer lang nog. En we gaan een boom naar doen. We gaan een klein beetje naar de blauwe kant. En we gaan naar de roze kant. Naar de blauwe kant. En weer naar de roze kant. En we gaan weer naar het midden toe. Hou hem vast. 3, 2. En blaas uit. En je maakt je weer helemaal lang. In door je neus. Uit door je mond. En blaas uit. We gaan hem nog 2 keer doen. Maak je helemaal lang. Adem in. En blaas uit. En de laatste keer. Maak je helemaal lang. En blaas uit. Goed gedaan. Applaus. Ik ben super trots op jou. En ik zie je de volgende keer.